Nou, de Lonely Planet van Eindhoven, ik kijk hier eventjes in. De bevolking bedraagt 212.000 inwoners. En het telefoonnummer begint met 040. Dat zijn al heel belangrijke wetenswaardigheden. Dan kijk ik verder, dan zie ik dat het VVV gevestigd is. En het Van Abbe Museum. Nou, waar je uit kunt gaan. Nou, het Stratums Eind staat er dan vermeld. En dat het voetbalvereniging PSV hier gevestigd is. Nou, daar is het zo'n beetje. Is dat niet heel weinig? Dat vind ik vrij weinig, ja. Dat is een beetje karig. Dit is het. En dan staat er bij hoe je er komt en vooral hoe je er weggaat. Dus... Niet alleen reisbijbel Lonely Planet heeft geen hoge pet op van Eindhoven. Ook in het toeristisch imago-onderzoek 2010 doet de stad het niet goed. Van de 18 onderzochte steden eindigde Eindhoven op een 12e plek. Maar hoe ervaart de toerist op straat Eindhoven? I couldn't expect any more. It's beautiful. It's a very beautiful country and the people here is very nice. Yeah. And it's good to be here, yes. Yeah, there's a lot of shopping more. I think a lot of girls will love it. There's a nice atmosphere and a nice walking districts in the city center. And people all come here for shopping a lot. We want to look at the shops. We like to pretend we're just like Dutch people when we're here, do the normal things, the regular things, have a coffee and go shopping. You pretend to like Dutch people? Pretend to be like the Dutch people. Oh. Ja, allemaal hartstikke leuk en aardig, maar wat vinden ze nou echt van de stad? What's your first impression of Eindhoven? It seems a bit quiet now. We don't see many attraction places like in Amsterdam or in The Hague, and so many events organized for tourists. What did you know of Eindhoven before you came? Well, actually not much. Actually nothing. Oh. It's not only for me, but also a lot of my Dutch friends, and they say, oh, Eindhoven is, yeah, maybe Koen City, but it's very cold and quiet for old people. Gelukkig zijn er ook nog enige lichtpuntjes, zoals deze passage in The Lonely Planet over PSV. PSV wordt dus weer gewoon met twee vingers in de neus kampioen.